Hier. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 11. En dat is van maandag 9 maart tot en met zondag 15 maart. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof deze week eigenlijk een bepaalde nieuwe kans op je pad gaat komen. En die kans die grijp je eigenlijk met beide handen aan. Het is iets waar je misschien zelfs al waar naar uitgekeken hebt. En dat je ineens denkt van yes, dit is hem, ik herken het en ik ga ermee aan de slag. En je zult merken dat het je heel veel warmte en liefde gaat brengen. Het kan ook zeker een liefdeskaart zijn dat je heel veel passie gaat voelen. Maar het kan ook een kaart zijn voor werk en wat je eigenlijk een aanbod gaat krijgen. Of waar je ineens iets ergens mee aan de slag gaat. Wat gewoon ontzettend goed voor je voelt. En ik heb echt het idee dat het iets is wat je, waar je aan terugdenkt. Waar je misschien wel naar uitgekeken hebt. En misschien heb je er zelfs ook wel voor gewerkt. Het kan ook zo zijn dat het eigenlijk gewoon ineens gebeurt. En dat je ermee aan de slag gaat. Maar het is iets wat voor jou ontzettend goed gaat voelen. En waar je heel erg warm gaat zijn, ook naar je omgeving toe. Dus het is zeker een stukje voor jezelf. Maar de mensen in de omgeving zullen er ook absoluut iets van merken waar jij op dit moment staat. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.